Je bent nu volledig beschikbaar als open ruimte. En alles wat daarin verschijnt. En alles wat daarin verdwijnt. En wat als alles volmaakt is. Dat als alles volmaakt is. Je kunt misschien zien dat we in het dagelijks leven meestal bezig zijn met iets willen, iets veranderen, iets wegduwen. Iets nastreven. En vaak gaat er een gedachte aan vooraf. Het denken creëert deze afgescheidenheid. Dit wel, dat niet. Goed, fout. Als je aandacht laat rusten bij je hart, bij de stilte, dan is er een volkomenheid in alles wat er is. Volmaaktheid, eenheid, heelheid. Je hart gaat vooraf aan elk idee, aan het denken, aan ergens iets van vinden. Ik wil je uitnodigen om de aandacht bij je hart te laten rusten. Het kan helpen om steeds met je aandacht naar het midden van je borst te gaan. Daar de adem zacht te voelen bewegen. Reizen en dalen. Van je borst met elke ademhaling. Je stilte tussen in- en uitademing. Dat je niet meer je ideeën achterna rent. Alles wat je hebt bedacht of geleerd.
Dat je niet meer de ideeën van de omgeving achterna rent. Alles wat je moet. Dat je mag rusten in deze volkomenheid. Verbonden met waarheid. Liefde. Je hart weet wat trouw is aan jou. En wie jij bent. En als je nog dieper kijkt, je hart weet wat trouw is aan het leven, wat het leven je nu geeft. Allereerst kan je referentiepunt verschuiven van het denken naar je hart. Dan is er nog een gevoel van iets persoonlijks. Via het lichaam ervaren we onszelf als persoon. Als je nog dieper kijkt, dan kun je zien dat je het leven bent, dat er impulsen zijn, dat alles gebeurt door jou heen. En dat dat onpersoonlijk gebeurt. Dus iets wat zich wil uitdrukken via jou, dat is iets unieks. Maar je kunt het ook nog meer omdraaien. Vragen wat het leven nu geeft, wat het nu laat zien. Dat is het enige wat werkelijk is, wat waar is. Je kunt zien dat het leven geen ideeën nodig heeft. Ik wil jullie uitnodigen om zo nog 10 minuten in stilte te verblijven, terwijl we ook met elkaar in verbinding zijn, elk in onze eigen ruimte, in die stilte. Voel maar even of je nog prettig zit, en anders kun je even de tijd nemen om anders te gaan zitten. Als je wilt liggen, als je voelt dat je wilt liggen, is het ook goed. Kijk of je wakker kunt blijven. Aanwezig. In deze ruimte voor elk idee. Je kunt steeds weer terugkeren naar het midden van je borst. Je hartgebied.
Zorg ervoor dat je niet je best gaat doen of iets wilt bereiken. Je bent open, beschikbaar. Puur oorspronkelijk bewustzijn. En laat zo je aandacht rusten. Soms kun je merken dat de adem wat lichter wordt of dat je misschien wat wegzakt. Adem dan weer een paar keer bewust. Voel je borst bewegen.
In deze stilte kun je verbinden met een diepere waarheid. Wat als alles volmaakt is? Je hart weet dat alles volmaakt is. Dan wrijf maar de handen warm, maak maar warmte. En plaats maar je handen op het midden van je borst, je hartgebied. Dan kun je de warmte voelen van je eigen handen, de ademhaling. Je kunt je nog voor een moment afstemmen op jouw waarheid. Dat wat je bezighoudt in het dagelijks leven, wat is jouw diepere waarheid? Wat zegt je hart? Wat is liefdevol, puur, oorspronkelijk, in die situatie? En hoe fijn is het om je hart te blijven volgen? Steeds weer te kiezen voor waarheid, liefde. En het toont zich alleen in het moment. Elk moment heb je het onderscheidingsvermogen. Het vraagt je ook om al je ideeën op te geven. Je toekomst op te geven en je verleden alleen maar hier te luisteren.